Hallo kijkers van Gamer met Remco. Welkom bij Ho. Bij een. Nee, welkom bij de. Bij een. Nee, Ho. Je zei Ho. Ho. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van. De aanlegweek. Ja! Ik ben hier samen. Ik ben hier met op de farming deze dag. Deze dag gaan we farming doen. Welke dag is het vandaag eigenlijk? Vandaag hiervan een dinsdag. Oh ja, dinsdag. De 24ste. En 24ste. Ja. Ja, dus de laatste 24ste. Morgen ben ik jarig, jongens en meisjes. Moet je nagaan, Alex. Ja, dat gaat snel. Dat ben ik eigenlijk niet jarig, maar. Op die tijd wel. Ja, op dit moment wel, ja. Op die tijd dan. Waarom pak je eventjes de eieren niet, Remco? Als die er zijn. Er zijn nog geen eieren. Oké, bedankt. Voor de informatie, Remco. Ik heb een taakje voor je. Stap in de tractor. Je kan shift om te sneller, hè? Te sneller te rennen. Ja, weet ik. Maar je stapt in deze trekker. Hoe? Nou, wat dacht je van E? Het staat erop. Ja. Okay. Druk op enter om hem aan te doen. En dan moet je even achter mij aanrijden met de car. Gewoon met mij rijden achter de car. Ik kan natuurlijk wel met de ja, je vergeet de car niet mee te nemen, hè? Ja. Alex, ik ben zo terug. Ja hoor. Oké, Remco moet is zo meteen terug. Aan met dat ding, motor aandoen. Dat ding aankoppelen. Staat hij nu aan of uit? Straalzalen inschakelen. Doe dat maar. Oké, ik ga vast beginnen. Dat ding is wel lekker traag. Maar ja, wij moeten zo moeilijk beginnen als eerste. Dus ja, dat is alvast zo. Dat ding komt wel vol te zitten zo. Dat ding kan heel weinig in. Ik moet de pijp wel even in. Ja, die piep piep dat je hoorde, dat was als je net binnenkomt. Volgens mij staat hij een beetje zacht. Zo. Maar hoe dit werkt, dit is de GPS mod voor als mensen dat willen weten. Wat voor mod gebruik je? Ik gebruik de GPS mod. Ja, ik weet dat ik een lijn mis. Maar die mod denkt dat die zo groot is, maar dan als die dat niet is. Dat is die, dat is deze. Dat hem ook al niet. Welke is het dan? Deze. Oké, ik heb het schot nu gefixt. Dat nog verkeerd ingesteld. Hallo. Hallo Remco, ben je weer terug? Als ik jou was, zou ik zo meteen achter mij aanrijden met die car. Zometeen, hè? Niet nu, maar zo meteen.
moet er even over. Hoe moet je eigenlijk dat ding... Q. Q? Ja. SD. Moet ik al... Ben je komen of nog niet? Kom maar bij me. Oh ja. Je moet met die kar eronder. Ja, dat weet ik. Ja. Nou, rijd niet zo snel, man. Ik rijd 9. Ik rijd 9 kilometer per uur. Dan kun jij ook wel 9 kilometer per uur rijden, toch? Ja, ik wel. Ja. Je kan wel op de lijn rijden. Ga even stilstaan hier. Ga ik eventjes de pijp in doen. Kan ik namelijk eventjes omdraaien. Want ik moet namelijk de volgende rij doen. Oh fuck. Pijp uit en die kant uit. Dus jij mag wel door het graan heen rijden. Wat doe je nou weer? Is het vast? Doe jij nou weer, man? Wat de hel, Remco? Kom maar hier bij die trekker. Mag ik erin? Ja hoor. Hoe moet ik eruit? Nou, hetzelfde tussen als je erin was gekomen. Dan dacht je van E. Ik ben niet al de slimste. Hoppa, gassen. Zo, je bent vrij. Niet blij? Hé, hey, dat ruimt ook weer. Ja, ik ben op een rijmdag vandaag. Oké, waar moet ik heen? Ik kan achter me aanrijden. En niet nog een keer een bos in. En niet te veel sturen, hè. Ik dacht namelijk heel erg slingeren. Hij hoeft maar heel weinig te sturen. Die merkt er pas later wat aan. En achteruit rijden is natuurlijk wel wat moeilijker met een car. Nou, lap. In elk geval, Remco. Ik ga je een klusje geven. Ja, vertel eens. Ga er maar in. Dan moet jij nu op B drukken. En dan moet je alles gewoon gaan vermorselen. Maar als ik jou was, zou ik het in rijtjes doen. En niet dat jij overal nergens gaat doen. Probeer rechte lijnen te houden. En probeer alles mee te nemen. Probeer deze lijn aan te houden. Ja. En ga en dus neem zoveel mogelijk mee. Dat kan je waarschijnlijk wel, of niet? Nee. Niet te veel sturen, gewoon een beetje. Je mag wel wat meer. Dat hele voording mag in dat ding zitten. Ik ben niet zo grote chauffeur. Niet zo goed, inderdaad. Als je Eurotruck kan je dit ook wel, idiot. Thank you. Ik moet even een laadwagen hebben, want ik moet namelijk...
Ai. Ik ga niet goed. Remco, stop maar. Je verpest het alleen maar. Ik zal eventjes wat kopen voor je. Dit is met de van de noob. Eén ding wat jij wel kan doen voor mij. Deze trekker hier, Remco. Deze die ik hier heb. Hallo, oh daar. Gewoon de trekker uitstappen. Gewoon tap deze trekker hier ook. Ga maar in. Neem hem mee naar de shop. Je kan de winkel vinden gewoon door in Escape te kijken naar de kaart en dan zie je winkel staan. Daar moet je naartoe. Oh ja. Bij de winkel moet je iets ophalen en dat moet je meenemen hier naartoe. Deal? Yes. Maar wat moet je dan ophalen? Dat zie je daar wel. Ik heb daar een enorme wagen neergezet. Echt? Ja. Hoe snel? Ik heb hem daar eigenlijk gekocht en dat is de winkel. Alles wat je daar koopt, komt daar. Oké. Hebben we trouwens ook mijn stick op de achtergrond? Nee. Ja, misschien wel in de opname, maar... misschien wel in de edit, hè. Maar niet in farming zelf. Niet die opname kanaal. Nee. Gaat jou vast wel lukken met het ophalen van dat. Jawel. Ik dacht dat het misschien wel een leeg simpel klusje voor je en dat hebben we ook nodig. Want dat ding dat je nu ophaalt gaat ons even wat geld verdienen. Bij de winkel. Ja. Bij de winkel zit een blauw stipje. Ja. Die moet je aankloppen, koppelen aan je trekker dan meenemen waar ik ben. Ja, dat komt wel goed. Heb je hem al of lukt het nog niet helemaal? Lukt, ja, ik heb hem. Dan mag je hem weer naar mij toe brengen. Zo, ik ga het in de bosjes in. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen, hè? Dan kom je moeilijk uit. Echt?
Oh, dat is. En ja, dan kom je heel moeilijk uit, hè, Ramco? Als we betere machines hebben, dan komen we wel wat verder. En makkelijker verder. Maar waarschijnlijk ben ik dan niet met jou, Ramco. Maar dan ben ik met Aaron. Of niet? Ja. Want jij bent hier niet zo goed in. Daar kan je ook niet zo van doen, maar je moet even wat meer oefenen. Misschien moet jij wat singleplayer gaan doen, Ramco. Kan je even oefenen. Mm-hmm. En anders kijk je wat video's. Als we deze hele farm af hebben, dan kunnen we de opname wel stoppen, ja. Dat is het enige, dat is het ene ding. Die duurt heel lang. Oké. Okay. Voor jou heb je, met dat apparaat heb je een heel leuk, makkelijk klusje voor je. Dat jij niet hebt, dat jij niet mee rijdt. Uitkijken voor de trein trouwens. Die rijdt nog wel eens. Anders. Ja, die andere, die rijdt nog wel eens. Ja, maar als je door gaat rijden. Ja, dan zit je, nee, dan word je helemaal weggeduwd door die trein. Ja, droog. Nou, ben je alweer bij me of is het dat? Ja, hier sta ik. Oh, hallo. Ik maak deze ronde even af en dan ga ik je eventjes klaarzetten. En dan ga ik je ook uitleggen wat je moet doen. Ik weet ook echt niet wat ik moet doen. Ik ben er best goed in dit, hè? Ja. Oh, dat wil ik zo net. Ik gebruik gewoon de GPS. Remco, mag ik in dat ding? Zet ik hem even klaar voor je. Hey, ik doe even voor wat je moet doen. Dit moet je doen. Is basically volg de lijn. Ga even een stukje naar achteren. Nieuw Holland, slechte dingen. Het is oud Holland hoor, ik weet niet. Ja, het is Nieuw Holland. Maar waarom noemen ze het Nieuw Holland als het al heel erg oud is? I don't know. Ja, hij zet aan, je kan er gewoon in. Ga maar rijden. Ik heb hem aangezet voor je. Ik kan sneller rennen dan jou. Ik ren een stukje sneller. En vergeet niet alle stroten mee te nemen. Dus waarschijnlijk moet je deze rij nog een keer doen. Maar... ik denk dat je dit wel kan oprapen, of niet? Ja. Gewoon alles oprapen wat je kan oprapen. Gewoon alles oprapen en dan ben je er helemaal klaar mee. Dat is wel een mooie klus voor jou. Ja. En als je daarmee klaar bent, mag je het dan weer terugbrengen naar
Mag ik het wel weten? Ik zie iets vies, wat jij misschien ook denkt. Wat... Nou, mooi hè. Zie je het? Nee. Gewoon al die lijnen meenemen hier. Kan je wel, hè? Ja. Terwijl ik ze maak, ruim jij ze op. Ja, ik ben naar de pineut. Zal maar te zeggen wel, ja. Laat mij eigenlijk het doen. Ja, ik doe ook het werk. Alleen ik maak er een rotzooi van het werk. Of niet? Ja. Dan moet ik het opschrapen. Ja. Dit doe je wel wat beter, Remco. Ja. Oh, raad eens. Nee. Hey. Ik zit vol. Sorry, hello. Really? Ik moet mezelf even alleen gewacht hebben. Ja mensen, we weten dat we de helper gaan kunnen gebruiken, maar ik wil eens eventjes een potje doen zonder de helper. Ziet er goed uit, Alex. Yep. Ik kan nu een mooie voorsprong krijgen, alleen maar omdat ik nog omdat ik gevuld moet worden. Oftewel leeg, maar ook wel gevuld. Ik reed even langs je. Hij kan je zo meenemen hoor. Denk het niet, ik heb 8000 liter achter me. Maar het zit ook bijna vol. Ja, jouw ding moet ergens anders gedumpt worden dan bij mij. Nou, wat wil ik dan dumpen? Wat dacht je van die in die stal daar? En mijn is dus vol. Gewoon in die stal dumpen. En dan moet je op i drukken als dat kan. Dan zie je zo'n laad icoon. Uitlaat icoontje bij je kilometer staat en zo. Als je erin bent, i drukken. En dan doet hij alles leeghalen. Oh. Ik heb een beetje mis. Wat? Dat was een beetje mis. Jij kan weer verder, of niet? Yep. Ik zit een beetje vast. Maar ik kom wel los. Dat is geen probleem. Geen probleem, Bakkerwij. Sorry. Oeps. What the fuck doe je daar nou weer?
En hoe kom je daar überhaupt? Terwijl je hier aan het werk moet. Ja. Dat is voor mij weekend op dit moment. Ja. En ik moet werken. Nee. Gras. Op wat wagen. Dus ik denk ik omlaag. Hou. Sorry, ik heb een beetje een rotzooi gemaakt tijdens de bocht. Dus veel plezier met opruimen. Thank you. Serieus, hij past het niet op. Misschien moet je dat ding ook aanzetten. Oh. Door eerst op de kleine V te drukken en daarna op de B. Daarna staat hij aan. Oh ja, ja. Thank you. En dan er gewoon overheen rijden. Geen punt bij kawaii. Waarom zeg ik dit? Geen idee. Nee, niet daarom. Geen punt bij Remco. Nee. Wat? Dat ding is erg traag. Alleen van wat are you doing? Een beetje gewat, ja. Remco, jij wil graag vakantie, hè? Volgens mij is het al vakantie. Het weekend is een vakantietje. Tot van Alex. Ja, het is wel een soort van vakantie, dus het hoort er wel bij. Lekker bezig, Remco. Yep. Ach, iets wat je kan doen in elk geval. Of niet? Yep. Ik denk dat we zo meteen de aflevering af gaan sluiten als ik deze rij af heb hierna. Hoe lang zijn we nu bezig dan? 28 minuten. Huh? Hebben we iets te doen op je middag naar school? Nou, ik zie gelijk dat je troep hebt gemaakt, Alex. Dankjewel. Ja, ik maak alleen maar troep, sorry. Mijn machine die later die is een beetje. Die heeft een beetje diarree. Wat is dat voor excuus? En die van jou eet top. Ja. Bij je op een knop druk als je plas of zo. Dus mij heeft een beetje diarree. En ik trek het door. Op de wc? Dus jij bent de wc? Ja. Nou, leuk. Ik vind het heel erg raar. Ja, zo kan je het wel benoemen, ja. Oh my god. Sturen.
Dat doe ik. Nou, Remco. Ik ga me... nou, in elk geval... Remco, we gaan hier de aflevering afsluiten. Oké, okay, mensen, dit was de video. Ik hoop dat je een leuke video vond. Laat je een duimpje op de kanaal en ik zie je morgen bij de week van Alex. Ja. Yeah.